De titel van mijn column is 40. Afgelopen week kregen alle raadsleden van Nijmegen een brief van het college met de volgende passage. Bij het besloten deel van de technische toelichting over het aantal parkeerplaatsen Hezelpoort Garage zat een fout in de presentatie. Dit werd opgemerkt door een van de raadsleden. Hierbij ontvangt u, onder geheimhouding, het geheime deel van de presentatie. Met de goede informatie over de jaarlijkse kapitaallasten over 40 jaar, met excuses voor deze fout in de gepresenteerde cijfers. Einde citaat. Een zeer intrigerende brief. Wie was het raadslid die dit opmerkte? We zullen het nooit te weten komen, want geheimhouding? Dat is toch wel sneu. Ben je de slimste van het stel, mag niemand het weten. De brief is overigens wel het bewijs dat het duaal stelsel werkt. De Raad moet het college controleren. Laat dit vooral het ultieme voorbeeld zijn voor de raadsleden van Druten en Wiege om straks niet zomaar klakkeloos de goochelcijfers van de draagvlakpeiling te geloven. Kritisch controleren is verplicht. Het loont. Het tweede intrigerende onderdeel van de brief zijn de kapitaallasten van 40 jaar. Bij een normaal project worden hiermee de exploitatielasten voor de 40 jaar na oplevering bedoeld. Maar de Hezelpoort Garage kan ik met de beste wil van de wereld geen normaal project noemen. Al meer dan 30 jaar worden in het stadhuis plannen gemaakt voor deze plek. Hoogbouw, nog hoger bouw, torenflat, holkenkrabber, de sky was the limit. In ieder geval op papier. Nog even doorbuffelen en de mijlpaal van 40 jaar wordt gehaald. Tien colleges van BMW hebben dan hun tanden erop stuk gebeten. Dat moet een mooi financieel overzicht zijn over die 40 jaar. Het kostte een hoop geld en nog is er niks. 16 jaar politiek dimdammen over invulling van de Hessenberg is daarbij vergeleken een vluggertje. Zelfs de skeve huizen bij de Wezenhof zouden het kunnen redden binnen de 20 jaar, als de voortekenen ons niet bedriegen. Dat er in de presentatie aan de raadsleden een fout zat in de aantallen parkeerplaatsen, is hartstikke begrijpelijk. De rekenmachientjes van de gemeentelijke verkeersdeskundigen moeten onderhand toch horendol zijn geworden van de gewijzigde inzichten. In 2008 was er een bouwplan voor een parkeergarage met 1200 parkeerplaatsen. Jaren later was dat aantal geduikeld tot een paar honderd. Veel te weinig volgens de winkeliers van de Hezelstraten. Een doodsteek voor hun nering. Dus is het aantal plaatsen in het laatste plan opgeschroefd tot 473. Ergens in een dode hoek van het ontwerp zijn blijkbaar nog drie plekken gevonden als de AEX koers zo zou fluctueren was het drie keer niks met de economie. Voor aantallen parkeerplaatsen geldt dat niet. Van 1200 naar 473. Bedunkt een behoorlijke daling. Omwonenden denken daar anders over. Ze zijn boos. Te veel parkeerplaatsen. Dat leidt tot overlast. Daar zitten we niet op te wachten want het is hier al zo druk. Dat worden dus bezwaarschriften, hoorzittingen, procedures. Hoe hoog hoog zal zijn en hoeveel parkeerplaatsen er uiteindelijk gerealiseerd gaan worden, blijft ongewis. De veertig jaar zijn nog niet voorbij.